En lekker doet hij niet, hoor. Mag je doen wat je wilt. Ik zeg wel, ga je naar boven. Geen probleem. Je hoeft niet even een keer nemen met erin. Maar dan moet je opletten. Ik had dit moest van mijn vrouw. Ik doe het ook altijd zo mooi hoog. En het leuke is een stuur. Hij bouwt extra druk op de stuur. De meeste mensen hebben zoiets thuis. De meeste hebben zoiets. Hier. Hij bouwt extra druk op door sturing. Gewone afwasmiddel. En juist omdat hij zo zuinig in gebruik is, hoeft hij er niet per se twee van te hebben. Gebruikt hij degene voor een snelle was tussendoor. Kijk, zoals ik al zei, ik kan niet voorkomen dat die auto weer vies is. Maar als je dan dit product gaat gebruiken, als je net even een vlekje ziet, en ik pak weer zo'n doekje. Fumo klei, ABS, meepalmopleen. Alles weer eenvoudig mee gaan lijmen. Gewoon allemaal vakjes maken. En als je dat gedaan hebt, kun je daarna weer met de toverstift daar overheen schrijven of overheen tekenen. Dus dan pak je weer de toverstift. En dan elke keer als je hier overheen gaat schrijven of tekenen, komen ze... Die bouwer staat wel echt... Ik vind het prachtig staan. Ja, ik had gisteren... Dit is gewoon doen we normaal, dus doe je gek genoeg. Kijk, we hebben een lekker band. Gelukkig, dat is niet zoveel meer. Dus er komt erbij. U kunt er rustig bij, mevrouw. Hoor. Ik vertel het gewoon aan u ook nog zo. En tegen die tijd dat ik hem opgegeten heb, dan is het helemaal voor elkaar. Nou, hartstikke goed. Kijk, we beginnen met de grote zijde. Die zetten we eroverheen. Rechtop. Dan gaan we hem hier een tikje geven, dat hij daar achter zit. Goed opletten op dat kleine stukje. Daar gaat hij. Tik. Dan gaan we eraan draaien. En dan draaien we hem er zo helemaal uit. Dat is wel handig, hè? Nou zijn we geneigd, dat zit hem in degene bij de mensen, alles wat we aan die kant hebben, dat willen we pakken, maar dat willen we ook naar ons toe trekken. We gaan hier nu zo staan, wat zal ik doen? Nee, dat pak je en dat hou je dan zo vast naast je. Dat is makkelijker. Dat is hier ook eigenlijk mee. Kijk, niet doen, want dan zit je zo te klungelen. Gewoon even beet pakken, een klein beetje omdraaien en zo simpel maken we hem los. Dus zet u die trekker erop en u schuift het vuil over het glas. Maar uw ramen blijven nog net zo vet en vuil. Dan schijnt die zon en zie je vaas op het glas. Ons apparaat heeft altijd schone droge handen. De Semic even in. Die ene vlek of die ene plek. En dan mag ik gewoon al mijn ramen doen. Van boven naar beneden. Rienne van Plu, het gaat dus niet meer van u. Ja. Zo snel gaat het.